things are wrong now. You got someone to blame. You say one love, one life. It's one need. Dan is het voorbij en komen de zenuwen voor het oordeel. Wat zeggen de andere captains en wie zal coach Jeroen kiezen? Die andere zijn vast goed. Ja. Spannend, hè? Oh, het is te spannend. Nick en Simon. Ik ben samen met zo'n 3 miljoen mensen, denk ik, vanaf het eerste moment fan van Ray. Maar wat ik me afvraag is of je blij bent met dit nummer. Dit is wel een nummer wat op mijn lijf geschreven staat, ja. Dan vond ik het tegenvallen. Ik had gehoopt dat je zou zeggen, dit is niet helemaal mijn ding. En dan kon ik begrijpen waardoor ik het niet meekreeg. Dat gevoel van meegesleept worden in een nummer kreeg ik wel bij Annelie. Yes. Annelie, ik vond dat jij overduidelijk beter aan het zingen was vanavond. Ik heb tijdens de audities gezegd dat je te veel op je stem leunde in plaats van je techniek. Je hebt vanavond ook laten horen dat je over een schat aan zangtechniek beschikt. Ray, ik vond je niet helemaal goed zingen, maar het gaat uiteindelijk naar een plaatopname toe, dit programma. En ik denk dat je daarin in het voordeel bent. Dus ik kies voor jou. Yes! Nou, is Nick ineens leuk. Ik ben het eens met Nick. De potentie in jouw stem is enorm. Dus wij kiezen voor jou. Sorry. Yes! Nou ja, het kan wel zo zijn, Ray, dat nu wat minder was, maar je mist je gitaar. Ja, je mist gewoon die sigaret. Je ziet het gewoon, je staat er een beetje ongelukkig zonder die gitaar. Maar wat heb jij een geweldige stem, zeg je even nu. En nu? Jo, Jeroen, lief. Annelie, toen ik je vertelde dat je tegen Ray moest, zei je... En toen zei ik, wat is er? Hij is zo verschrikkelijk goed. En ik heb je gevraagd of je alsjeblieft je ertussen wilde wurmen. En ook vandaag begon je weer heel voorzichtig. Durfde je weer niet zaap ertussen te gaan. Maar meisje, wat ben je een ongelooflijk goede zangeres. We kiezen, en dat ga ik nu zeggen,